3, 2, 1. Heel goed, jongen. Goed gedaan, jongen. Ah, oh, die vette bergzwijn, jongen. Hij is niet meer te verkrijgen. Ja! Ja, hij is binnen! Ziek! 1.033! Waarom heeft de strijd gewonnen? Kutzooi. Lekker, dit is echt meteen de eerste klap gewoon. 5k, lekker zeg. Oh, lekker is dat, hé. Maar jij had dat nodig, jongen. Ja? Oké, jongen. Heb je al een formatie? Ik heb hem al klaarstaan, namelijk. Een formatie? Ja. Oké. Nee, ik nog niet, man. Niet? Nee. Ik ga even nadenken, jongen. Even heel goed nadenken. Hij staat bij mij al te wachten op zijn invalbeurt. Ja? Mhm. Oké. Oké, vette. Ik ben er klaar voor. Ik heb 3 formaties opgeschreven. Oh, echt? Ja. Nee, joh. Echt. Zweer het. Ik ook. In mijn gedachten. Nu ga ik het noteren. Denk je dat je gaat winnen vandaag? Ja. Oké. Onthoud dat, jongens. Ik ga vandaag winnen. Ik voel het. Oké. Welke formatie wil je? 4-3-3. Oké. Ik wil 4-2-4. Die mag je. Ja, die voor jou niet. Was ik al bang voor. Maar heb je de goede 4-3-3? Ik schreef hem als laatste op. Ik schreef 4-2-4. 4-3-2-1, dacht ik, ja. Maar je moet wel tussen haakjes de goede hebben. Zo. Oh. Hey, je moet wel tussen haakjes de goede hebben. Ja, ik had tussen haakjes 5. Nee, ik vind, het zijn er zoveel, dat je nu wel weer op je bordje moet schrijven welke 4-3-3 jij dan denkt. Je mag tussen 2 kiezen. Zeg maar, je mag er 2 opschrijven. Gewoon, ik mag gewoon weer 3 opschrijven dan. Nee, dan heb je wel heel veel kans. Ja, ja, je hebt al geluk dat ik dat spelletje aanga. Nee. Het is eigenlijk is het echt een slechte regel. Dat je dan ja, dat 5 formaties in 1 klap allemaal... Is het goed, dan mag je voortaan, mag je als je 4-3-3 opschrijft, dan mag je tussen daarachter, mag je bijvoorbeeld 1, 3 en 5 of zo schrijven. Dan heb je nog 2. Je mag 2 mag je er raden. En hij telt gewoon dubbel. Dikke lul. Oké, okay. Dus jij gaat er nu 3 opschrijven. Ja, maar jij gaat sowieso, ga ik het niet goed hebben nu. Jij gaat sowieso vies doen. Nee, hoezo? Maar de editor kan het zien. Ik heb dezelfde formatie nog steeds staan die ik net aan het begin ook had. Ja? Mhm. Oké, ik heb ze. Nou, vertel. 2, 3 en 4 schrijf ik op. Nee, maar jij zei net al 5. Nee, nu heb ik 2, 3 en 4. Jij zei net al 5. Ja, dat zei ik voor de grap, voordat we begonnen. Nee. Oké, jongen, kies het maar, jongen. Welke had je? Ik had 4, 3, 2. Zie je? Ik had op mijn bordje 2, 3 en 5. Nu is het al helemaal goed. Naar kutkind ben jij, jongen. Oké, nou zeg maar met welke ik mag spelen dan. Oké, jij mag spelen. Zo geen zin ga in zo'n ga ik je echt matsen. Zo nee, geen zin in zo'n kutformatie. Ik zal je matsen. Jij mag spelen met een formatie met 4 verdedigers. Oké. En het is geworden 4-1-3-2. Ja? Dat is een zieke formatie, hè? Ah, dat is, ja, ja, dat is een hele mooie formatie. Heb je al nodig. Ja, dat is een hele mooie formatie. Moet ik je gelijk in geven. Die formatie heb jij nodig, jongen. Denk je? Mm-hmm. Oké. Okay. Een bergzwijntje heb jij links midden. Kijk daar. Ik heb hem links buiten. Bergzwijn. Bergzwijn. Oké. Oké. Maar vette. Ja. Jij hebt dus de formatie 4-2-4. Ja. Hey, wil je het rad vooraf of achteraf draaien? Je mag nu zeggen. Vooraf. Oké, komt ie. Laat maar zien, jongen. Wissels. Cool, komt ie, jongen. Husselen. Ik voel dat het wissels draaien. Wordt. Als het weer geluksbal is, dan stop ik. Misschien hou ik die bergwijn wel, als hij goed blijkt te zijn. Ja, ik ook. Het is overleving. Overleving? Oh, leuk. Ja, die is leuk. Ah, is heel leuk. Die is heel leuk. Jij bent overleving. Goed bezig met je leven. Jongen. It is. Ja, okay. Hey, we gaan bij jou beginnen, ja? We gaan bij mij beginnen, jongen. Ik voel dat het goed gaat worden. Precies. We gaan naar jouw center mid en jouw linker striker, ja? Mijn center mid en mijn linker striker? Beginnen we bij mij vandaag? Ja, dat zei ik. Oh, nee, is goed. Doen we. Oké. Okay. Vet joch. Ik heb goed nieuws voor jou, jongen. Ja. Ik heb heel goed nieuws voor jou. Ik heb ze. Nee, joh. Mm-hmm. Oké, okay, kom maar. Ja? Ja. Oké, jongen. Ik ga voor Donjel Malen en Quincy Promes. Wie? Kan dat eigenlijk wel? Wie is die links buiten? Dat is Bergwijn. Bergzwijn. De linker spits. Malen. Oh, je zei Donny Malen. Ziek. Oké, nou, ik twijfelde inderdaad. Ik had Rashford en Madison opgeschreven. Maar ik wilde inderdaad misschien... Kunnen we niks mee, helaas. We gaan door. Nee, ik heb er wel even over na zitten denken, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Dat is inderdaad soms al de gedachte. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld dat jij niet Wijnaldum hebt opgeschreven. Maar helaas, het is wat het is, jongen. Ja, maar ik heb Madison en Rashford. Twee echt Jezus, die Wijnaldum, jongen. Die is gewoon 630k, hè? Wat? Die Wijnaldum is 630k. Ja, ziek nu. What the fuck? Wat een gek is dat, joh. Niet normaal, hoor. Is het bij mij ook hetzelfde doen? Links, midden en dus linker spits? Ja, zeker. Een psychologische oorlog voeren, jongen. Ja, denk je? Mm-hmm. Jongens, ik ga hier as we speak Neymar in vorm verkopen. Dat jullie het even weten. Hoe groot is de kans namelijk dat ik dezelfde spelers als jou op ga schrijven? Jij hoeft nog niks op te schrijven nu? Of in een team gaan zetten, sorry. Ja, ik weet het ook niet, jongen. Zou die Bergwijn echt goed zijn?
Maar echt, echt, echt goed? Ja, ik hoor van wel. Oké, okay, ik heb ze. Ja? Oké, okay, man. Hé, hey, we gaan op middenveld gaan we voor een speler van United. Zijn naam is Donny van de Beek. Donny. Oh, Donny. Donny. En in de spits gaan wij voor niemand minder dan de echte Johan Cruijff. Wat een natnek, zeg. Mooi hoor. Mooi, hè? Had jij Cruijff in je team afgelopen weekend? Mhm. Ziek hoor. Oké, okay. Goed gedaan, jongen. Die had ik allebei niet. Het wordt een Nederlands feestje vandaag. Dat is duidelijk. Mooi, hè? Dat is duidelijk, ja. Nederlands tintje, jongen. Een Nederlands tintje, ja, absoluut. Lekker, hè? Ah, dat is mooi. Dat gun ik jou, jongen. Ziek, die van de Beek, jongen. Wat dan? Ah, dat ik gewoon nooit speel. Wat dan mee, hoor? Ach, nee, man. Nee, joh, mensen overdrijven, jongen. Niet geloven. Oké. Okay. Nou, we gaan naar jouw rechter striker, je rechts mid en je CDM. Ja, welke kruifversie heb je? 91. Oh. Ja, we gaan naar mijn mid-mid en mijn rechter striker. Ja, en je rechts midden, gewoon die drie. Wat dan? CDM en RM striker. Ja, dan kunnen we naar achterhoede en keeper, want zo is het altijd. Oké, okay, jongen, doen we dat. Je kan het, hè? Jij ook. Onthoud dat. Onthoud dat het allemaal op een dag goed komt. Oké, okay, kom maar. Ja? Ik heb ze, ja. Oké, okay, vette. Ik heb er sowieso één, kom maar. Ja? Heb je er sowieso één? Denk twee, zo. Oké, we gaan het meemaken. Waar wil je dat ik begin? Rechter striker. Rechter striker. Daar komt iemand waarvan jij fan bent. Mm-hmm. Namelijk? Zeg het maar, hij staat al bij mij staat hij op het scherm. Klaas-Jan Huntelaar. Giacomakis, in vorm. Rechtshalf komt iemand. Nou, dit is eigenlijk niet normaal. Het is eigenlijk raar dat we hem nooit zo hebben genoemd. Alleen, hij is vandaag jarig. Misschien dat je dan al weet wie ik bedoel. Nee. Kevin Eimers. Oh, Gerard? Nee, rechtshalf. Deze gast, op deze foto lijkt hij echt ziek op Eimers. Mitchell van Bergen. Oké. Okay. En op CDM. Oh nee, wacht. Oh nee, ik ben de lul. Oh nee, ik ben de lul. Kutzooi. Die mag daar niet. Nee, dit is Zidane. Ja? Ah, ik wilde Zidane daar doen, maar dat mag niet, want het is een cam. Oké, okay, moet ik even wat anders bedenken. In dat geval doen we... Frank Rijkaard. Ik had Arjen Robben. Wist ik. Wijnaldum. Toen moest ik nog een icon opschrijven. Want ik dacht, ja, er is zo'n grote kans dat hij een icon wil opschrijven. Dan schreef ik op Clarence Seedorf. Ik wilde eigenlijk Clarence Seedorf doen, maar toen zag ik net hoe goedkoop die Rijkaard was. Dacht ik van, ah, laat ik lekker die Rijkaard aan. Ja, kut zo, ja. Ik schrijf altijd die Rijkaard op, hè. Als GP, CDM. Toen dacht ik, schrijf een keer Seedorf. Ik weet niet waarom. Die zou jij nooit kiezen, maar ik dacht, ik ga er een keer voor. Fucking mooi. Vette, bedankt. Zo dom. Je bent zo goed bezig met je leven, maar toch ook eigenlijk net niet. Soms is geluk zo dichtbij en toch zo ver weg. Precies. En het mooie is, ik had die Giacomakis nog lekker op het transferlijstje. Dus die kan lekker meteen de selectie in. Oh, het is zo goedkoop. Hé, ga naar mijn rechterkant, ja? Tuurlijk, jongen. Doe je best. Oké, okay, succes, hè. Jij ook, jongen. Ik heb ze, jongen. Ja? Ja, absoluut. En ik ben heel overtuigd dat ik er eentje heb. Ondanks... Ja, ondanks alles. Ja? Echt waar. Echt heel over. Oké, okay, ik heb twee keuzes. Ik ga... Ja, ik kan twee verschillende dingen doen. Nee, ik ga wel voor deze. Dat vind ik wel leuk. Als mid-mid gaan wij voor een legende. Het wordt zijn eerste wedstrijd ooit in mijn team. Ja? Ja. Hij speelt bij West Ham. Thomas Souček. Niet normaal, man. Wat een gek, zeg. Die gaan wij straks in het team zetten, jongen. Of hij staat er al. Voorin, in de spits, gaan wij voor niemand minder dan Pierre Aymeric. Hoe heet hij? Aymeric? Dat was van... Aymeric. Aubameyang. Aymeric. En rechtsbuiten gaan wij voor Pepe. Pepe. Dat je daarmee wil spelen, man. Wat een zieke kaart, hè, man. Nee, dit had ik nooit van mijn leven kunnen raden. Nee? Nee. Ik had Aubameyang, Salah en Lozano. Echt niet. Nee, Rooney. Rooney, Salah, Lozano had ik. Klopt. Best goede ja, goede keuzes. Nee, ik wilde eerst iets heel triest doen, maar dat had je me sowieso gehad. Wat dan? Ik wilde eerst Marquinhos, Mbappé en Di Maria doen. Maar zo, ik dacht, vond niet zo, leuk. Moet jij toch weten, als jij dat wil doen? Nee, klopt, maar ik vond het niet leuk. Dan leg ik ook heel veel druk bij mezelf neer, dan moet ik winnen. Dat is de echte reden. Ik wou zeggen, alsof jij zoiets niet zou doen, omdat je mij, omdat ik jou dan misschien een... Nee joh. Ah, ja, echt, jij kan de druk niet aanpassen. Nee, dan zeg je van, het is, als je nu niet wint, dan weet ik zeker, dan ga ik sowieso niet winnen als je dat 100 keer herhaalt. Mooi, hè? Dat is zo mooi, jongens. Die jongen die kan zo niet tegen dat soort kleine psychologische oorlogvoering. Ja, dan ga je dat de hele tijd... Het is zo makkelijk te breken eigenlijk, jij. Dan ga je dat de hele tijd herhalen.
Ik ben net mijn buurmeisje van 4. Van 4? Ja, als ik tegen haar zeg, ja? Je gooit mis, dan gooit ze mis. Waarmee? Met sneeuwballen. Nou. Ziek, maar die Soetjack? Waarom doe je die Soetjack? Wat een gek, joh. Ja, ziek, hè? Hij is onze held, jongen. Ja, nee, zeker. Ik vind het vet dat je hem hebt gekozen, man. Ja. Heel mooi, hoor. Vette, het is tijd om door te gaan naar mijn backs. Ja, doen we. Heel spannend. Heel spannend. Doen we, jongen. Oké, jongen. Zet hem op. Oké, vette. Ik ga op linksback. Ik ga er geen doekjes om winden voor Jordi Alba. Patrick. En op rechtsback voor Jesus Navas. Nee, had ik niet. Mooi. Dat is heel mooi. Wie had jij? Weet niet meer. Nee, ik had Dumfries en Kluiber. Ja, precies. Dat dacht ik al, ja. Triest, hè? Moet jij weten, jongen. Maakt mij helemaal niet uit. Oh. Je bent sowieso goed bezig met je leven, dus dat is niet waar. Mm-hmm. Oké, okay, gaan we lekker naar jouw prachtige elftal, jongen, waar nog niks van geraden is. Gaat niet goed bij Weiland. Ja, ziek, hè? Mm-hmm, best wel. Je bent niet scherp vandaag. Nee, maar je moet nog wel naar een andere competitie, hè? Ik was die even vergeten. Oh ja, what the fuck. Helaas, jongen. Ziek zeg, hè? Was ik helemaal vergeten, ja. Ja, what the hell? Ja, jongen. Dat wordt nog een feestje. En je hebt je icon al verbruikt? Kut, sorry. Ja, daar ga je. Kut. Daar ga je, jongen. Dom? Nee, joh, wat dom. Ik heb ze, ja. Oké, okay, linksback. Laten we daar beginnen. Gaan wij gewoon voor een Nederlander. Hij houdt van eten, want zijn naam is Haps. En rechtsback gaan we ook voor een Nederlander. En zijn naam is Fosu Mensa en zijn voornaam is Timothy. Pardon. Nee, die had ik allebei niet, jongen. Dat wist ik. Tel maar, heb je die beste opgeschreven? Tuurlijk. Ja, die gast van West Ham die ook tuurlijk uit Tsjechië komt. Tuurlijk. Ik wist het. Ja, tuurlijk, ja, schrijf ik die op. Die was best zieke kaart, dat eigenlijk, hoor. Ja? Eens kijken. 85p? Ja, inderdaad. Kan best goed zijn, ja. Hij is echt goed. Ziek is dat eigenlijk, hè, dan? Ja, ik zag het staan en ik dacht, nou, dit is te mooi om waar te zijn. 92 stemmen, hè? Ja, dat is gewoon, ja. Is meant to be, jongen. Je zou je sowieso intrappen. The one and only is het. Ja, je trap je sowieso bij in als je daarvoor zou kiezen. Ja, net als in de kak van Nelson. Oké, jongen, we gaan weer naar mijn team, jongen. Is goed. Oh, je hebt mij ook nog niks geraden. Ik dacht dat alleen mijn formatie natuurlijk. Dat is het enige. Oké. Okay. Nee. Oké. Vette, we gaan naar mijn team. Ja. Kijk, ik ben er gewoon heel. Ja, ik ben er gewoon heel relaxed in, weet je. Ik ga gewoon nog naar een andere competitie terwijl het niet eens hoeft eigenlijk. Nee, maar ja, deed je ook om mij op het verkeerde been te zetten. Oh. Waar wil je dat ik begin, jongen? De keeper. Ja? Oké. Okay. Ja, daar heb ik er namelijk 3 gewoon van op. Echt niet. Ik geloof jou niet. Mm-hmm. Ik geloof je niet. Ah, dat niet. Ah. Ik heb als keeper een vers talent. Oké, okay, wie? André Lunin. Ah, oh, die dacht ik al, ja. Ja, heb je die opgeschreven? Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ah. Voor hem spelen Diego Carlos en Piqué. Ja, maar ik zei het toch, dat ik er één zou hebben. En je weet al wie het is. Ja, normaal gesproken, we hebben het net vlak voor de uitzending nog over Diego Carlos gehad. Dus ja. Je zou dom zijn als je hem niet al hebt opgeschreven, maar ja. Ja, klopt. Maar ik heb hem wel opgeschreven, ja. Klopt. Oké. Okay. Ja. Ja, dat was de eerste die ik opschreef. Of niet, of de tweede, ik weet niet. Maar ja, die was heel overduidelijk, ja. Oké. Okay. Ja, en Piqué, daar wil niemand mee spelen. Dus ik dacht van ja, dat is ook overduidelijk. Toen bleef er nog maar één iemand over. We gaan iemand kiezen die op jou lijkt, hè? Dat doen we altijd. Klopt. Oké, okay. Diego Carlos en ik dus. Weet dat jij... Maar wie is jou hem opgeschreven dan? Carlos, zo'n Spaanse doelman, ik weet niet of je weet. En wie had ik nou nog meer? Ik weet niet eens meer. Wie is de eerste die ik opschreef? Ik weet het ook niet, jongen. Wat zonde dit zeg. Wie schreef ik nou net op? Ik weet het al niet meer. Die heerlijke Jacob Carlos van mij, jongen. Die zieke verdette. Zo'n beest. Ja, zo'n beest is het. Ja, jongen. Hé, hey, we gaan, omdat jij houdt van Marokkanen, hè? Oh? Je kijkt Mokro Mafia, je gaat graag naar Marokko. Zeker. Toch? Zeker. Mooi land. Dus daarom kiezen we een Marokkaanse centrale verdediger. In de La Liga. Het is ongelooflijk, maar hij heet Abkar. Abkar? Nee, joh. Abqar. Ziek, zeg. Nou, mooie gast. Hij ziet er heel vrolijk uit. Waar is hij ook? Ah, bedankt, jongen. Goed, hè? Abdelkabir Abkar. Oh ja, ik had Koundé. Dat was de eerste die ik opschreef, Koundé. Nou ja. Oké, we gaan naar jouw laatste posities nog, toch? Ja. Oké, okay, succes. Ja, heb je ze? Ja. Weet je zeker? Ja. Ja? Ja, echt zeker. Vind je het spannend, of? Ik? Ja? Nou, hij valt hem mee. Oh, oké. Okay. Oké, jongen. Hé, we gaan rechts achterin, centraal, voor niemand minder dan Virgil van Dijk. Dan naast hem gaan we voor een Nederlander. Dat moet natuurlijk. Zijn naam is Matthijs de Ligt. En op hok gaan we voor Buffon. Oké. Okay. Hoeveel heb je er? 1. Van Dijk? Nee, 1. Oh. Van Dijk. Ja? Ja. Oké, okay, helaas. Helaas, jongen. Dat was een te groot risico. Ja, dat was een groot risico, maar ja. Klopt. Ja, je hebt jezelf gewoon in de penarie. Dat heb ik ook wel vaker gehad met je... Ja, het was AK, ja, ik wist het ook niet. Dus wie had je? AK, Van Dijk, Veldman. Ja, loop. Ja, je had ook nog Wesley Hoed.
zelfs. Ja, ja, maar ik vind dat, er moet altijd één kneus in mijn team staan. Weet je wat ik ook nog dacht? Je kon ook die Sven van Beek doen. Dan had je Van Beek achter Van de Beek en dan had je zo'n klopt. Hyperlink met Habs. Was best vet geweest. Eerlijk, was best vet. Ja, klopt. Maar ik dacht, ja, ik weet het niet wat ik dacht. Vette. Virgil van Dijk gaat eruit. Ja, matig team heb je hoor. Mm-hmm. En op de plek van Dijk. Oh, wat? Ja, komt. Komt. Zo, what the fuck? Speelt die Wassim Boey bij Leeds? Die Riederwald had het laatst weer gescoord, hè? Ja? Ja. Maar wie komt er? Ja, ik moet er gaan kijken, jongen. Dat is wel even leuk om iets leuks uit te zoeken, natuurlijk. Met al die Nederlandse opties. Ah, dit is perfect! Van Dijk mag je daar neerzetten. Maar dan die van VVV. Ja? Nee, Stan van Dijk. Echt de traagste centerback die ik in jaren heb gezien. Stan van Dijk. Stan van Dijk. Ik denk dat dit goed gaat doen voor jou, jongen. Verschrikkelijk. Oké, dankjewel, jongen. Alsjeblieft, jongen. Verschrikkelijk. Oh, verschrikkelijk passie. Kill. Koop mijn spelers nou eens. Kutzooi. Ze worden niet gekocht, jongen. Het spijt me. Ja, niet? Nee, helaas. We zijn de lul. Hey, list ze ook altijd te hoog. Ik heb ze allebei als laagste gelist, maar helaas, spijt me. Wie kan je nu niet kopen dan? Heel veel. Zeg maar als je me hebt invite. Ik heb je al lang invite, jongen. Oh ja. Je moet alles voorkouden hier. We kunnen ook allebei met Bergie spelen dit weekend, dat is van lach. Ja, sowieso, zullen we dat een keer doen? Allebei met hetzelfde weekend league spelen. Met hetzelfde team een keer spelen, dat is van lachen. En dan? Ja, gewoon dat we een soort challenge maken ofzo. Ik heb al zoveel challenges met jou geprobeerd, maar dat schiet niet op. Dus ik weet nu al hoe het afloopt. Ik vind het een leuk idee hoor, maar uiteindelijk heeft het toch geen zin. Nee, maar het is toch gewoon een keer grappig. Ik weet zeker dat mensen dat leuk vinden. Ja, ja, ook al, de mensen vinden het leuk. Ik vind het ook leuk, maar jij vindt het op een gegeven moment niet leuk meer. Ja, wel, ik vind het idee gewoon heel leuk. Ja, net als Pax met Pasky, net als dit, net als al die andere klassementen die we ooit hebben gedaan. Ja, maar ja, je moet toch een klassement ooit maken? Eigenlijk zie ik ondankbaar jij, hoor. Haakt overal halverwege af en zegt hij, ja, het boeit mij. Nee, maar dat komt omdat... Nee, dat nee, helemaal niet. Ik haal altijd netjes een beker voor. Ik geef je duidelijk de overwinning. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Helemaal niet. Ik loop jou een beetje te prikken, jongen. Geen zorgen. Ja, is toch best hoe leuk is het als we een keer met hetzelfde team gaan spelen? Is toch vet? Ja, ik vind het een heel leuk idee. Ik zeg doen, jongen. Oké, kijkers. Ja, is goed. Anders haal ik de kijkers erbij. Die zijn toch wel op mijn hand. Dus... Ja, dat is wel waar, ja. Ik weet ook niet wat dat is. Kijkers zijn nooit op mijn hand. Nee, de kijkers zijn altijd tegen jou. Klopt, klopt. Ja, ik ben niet zo geliefd. Ja, daar gaat hij. Nee, hè? Bergie, Bergswijn, met zijn eerste balverlies aan de kant van de Joch. Is toch vet? Allebei met Bergswijn. Kijk dan, daar gaat hij. Daar gaat hij. Eimers! Kevin Eimers! Oh, hij is naar vast. Hij lijkt erop. Ziek, hè? Ja, je weet het, hè? Als je scoort... Oh, zieke actie! Dan gaat hij eraf, hè, diegene. Ja, dat dus is moet niet kut. Met Bergswijn scoren. Inderdaad, hij moet alleen maar assists geven vandaag. Ja! Zo, wat is dit van gek dan? Doe gewoon even een autoblok. Hé, hey, joh. Zie ik die PP. Wel vet die shirts van Inter die jij hebt. Ja? Ja, het zijn echt van die classic shirts. We moeten ook allebei met datzelfde... gaan we allebei met dit shirt zo heel leuk. Kijk wel even, ja. Daar gaat hij, Jaku. Kijk die rijkaart dan. Die is zo'n vies staartje of zo. Wat is dat? Een staartje? Nee. Ja, ik weet niet. Is die een staartje? Dat lijkt me niet, man. Nee. Nee, dat kan me echt niet voorstellen. Kijk, maar dan wappert wel iets achter hem. Oh ja. Dat is niet zo'n lul tussen zijn benen. Nee, zijn schedel is gewoon door de helft, lijkt het. Zie je dat? Dan wappert iets. Ja, dat lijkt wel zo, ja. Maar dat kan niet. Dat heeft hij echt niet, Tom, toch? Tom moet even inzoomen. Je kent dat niet. Lopen ze met hem? Ja, ja, ik zag het inderdaad. Het ziet er heel raar uit, ja. Je ziet echt zo'n spleet of zo in één keer. Oh nee! Oh, wat is dit dan? Ziek. Jij ging al lachen, hè? Je vieze... Ja, ik denk, wat doet hij dan? Ja, dat moet je, in het weekend moet dat alleen maar doen. Oh. Al die kut kinderen die schieten me altijd in een lange hoek. En als je dit hele weekend doet, dan haal je goud 1, of? Ja, net zoals jij. Nee! Daar gaat hij. Daar gaat hij, inderdaad. Hij twijfelt! Jij wilde gewoon niet dat Aubameyang eraf zou worden gehaald, of wel? Nee, dat is het. Ja, daar gaat hij. Zo, wat is hij snel! Bergswijn, zo! Wat een gek dan! Hop! Oh. Bergswijn! Zag je hoe snel die was daar? Ja, hier is hij bij mij, man. Doet hij goed, hoor. Wat helemaal kan. Nou, wat dan? Oh. Wat een gek, zeg. We spelen geen lange afstand, hè? Nee? Nee. Ik wil even kijken hoe goed hij kon schieten. Zo, die Piqué, een beest is dit eigenlijk, hè? Waar is die? Zwijn, hier. Ga je met hem scoren? Oh, hier. Kut. Oh, staartje, staartje heeft hem. Hij heeft echt een vies staartje. Daar gaat hij. Zwijnie. Nee, in de spit. Maar moeten we eigenlijk ook met Zwijnie in de spit spelen, allebei? Ja. Gewoon letterlijk ook dezelfde formatie. Oh, dat zou oh, wat een goal zeg. Wat een schitterende goal. Don Jel van de Malen bedoel ik. Ja, dan is die eraf, jongen. Ja? Misschien hebben ze het veranderd. Hebben ze het gepatcht? Wat? Ja, dat diegene er dan af is. Kijk, daar loopt hij nog. Echt?
Nee, dat is Jaku Waku. Jaku Waku. Hij is wel af. Ken je het programma nog? Waku Waku? Nee. Nee? Ik ken wel een nummer die Waku Waku is. Echt? Mm-hmm. Dan? Waku Waka. Nee, dat is Waka Waka. Kijk, dat is de vriendin van deze gozer. Ja, precies. Daarom. Wat een geks, hè? Hier, Jaku Waku is. Kijk dan. Die heeft 99 kopballen, hè? Ja, ja. Na dit weekend wel, ja. Hij heeft nog nooit een kopbal gemaakt. Hoe kan dat, hè? Hoor je die kat? Hey George! Hoe is het? Ik heb helaas de George Cam niet aanstaan, maar... Nee? Nee. Ja, dat ding is snel leeg, jongen. Sneller dan jouw... Ja? Sneller dan jouw plasbuis. Oh, nee. Een brandblusser? Oh, zo, nee. Dat beest. George, waar ga je nou weer heen, jongen? Moet dat nou allemaal nu? Oh, passie. Yo, geef dat buis gewoon... dat beest gewoon eens een keer die spuit, jongen. Ja. Van de Beek in dit shirt lijkt net R9. Zien ja, lopen. Ik weet ook niet wat het is. Dat shirt is ziek, hoor. Ja. Vet shirt, hè? En is die ertussen? Wie is bij jou afgegaan? Cruijff. Oh, dat is wel lekker, ja. Zo, hoor je dat? Dan? Daar gaat hij van Bergen! Nee. Kevin Eimers op zijn verjaardag! Oh, nee! Oh, alsnog! Oh, nee! Nou, er ging hier een trein op te gaan, joh. Dat is niet helemaal. Echt? En toen? Vet, ga je dan winnen vandaag? Ja, ik ga winnen. Ja? Ja. Wil je iets afspreken? Een weddenschapje of zo? Nee, of niet. Okay. Nee. Okay. Ik hou niet van weddenschap. Nee? Ik hou niet van challenges. Nee, ik weet het, jongen. Saai leven, jongen. Ik zou dit weekend ook Elite 1 halen. Ja, dat was een keuze niet vergeten. Maar ik dacht, ik ga je er vandaag niet mee vermoeien, dacht ik. Ah, het was een vermoeiend weekend, ja. Dat zeker. Nou ja, ik heb het zelf ook niet gehaald, dus ik denk, ik ga er niks over zeggen. Nee, het was echt vermoeiend. Oeh, dat was een goede bal. Mijn bekkie is even weg. Oeh, dat is wel smerig geweest. Jaku, daar is hij. Zo, wat kopt hij ook ziek mee. En dan een promes met Suchek. Wie is dat? Wat is dit? Wie is dit? Wie is dat? Alles van Dijk. Oh ja. Oh, daar gaat hij. Oh, ja, ik heb natuurlijk een... Ja. Ah, vetnek. Ik heb natuurlijk een bronzen eikel daar. Mooi, hè? Ik dacht al, die gast komt niet naar voren. Nee, die gast die komt niet vooruit. Hey, vet, het is 2 voor 12 voor jou, jongen. Ja? Ja, het is 2 voor 12. Let maar op. Hey. Oeh. Oh. Hey, maar ik heb ook een brons achterin, hè? Dus wat dat betreft is het gewoon gelijk. Ja, wie dan? Ja, die Akbar. What the fuck, jij wist man? Niet dat hij links was, of wel? Ja, wel. Oh, oké. Okay. Maar ik vond het zo, je ziet dat die doelman van jou gewoon bleef staan. Ja, mooi, hè? Dat is Future Star, jongen. Hij ziet het licht al. Echt ziek. Dat heb ik altijd. Altijd als ik tegen jou een voetrol doe, dan blijven ze in één keer staan. Ja, omdat ik die keeper dan laat staan, zeg maar. Dan stuur ik hem weer terug naar zijn rok. Oh, ben jij zo niet, man. Hier is hij, Jaku. Als die scoort, jongen, dan krijg ik echt 1000 euro van je. Weet je niet. Jaku! Oh, nooit! Je schrok zo erg. Mijn spel. Nee! Zie, ik dacht echt dat het bij het spel was. Jij niet? Nee, dan zou ik hem niet geven. Ah, oké. Okay. Nou, soms geef je hem alsnog, terwijl je weet dat het bij het spel is. Jongen, ja, vet joch jij ze. Vindt hij ook mooi. Mooi antwoord, hè? Nee, niet echt. Nee? No. Nee, daar kan je niet tegen, hè? Als iemand binky gedrag vertoont. Jawel. Nee, Jaku, daar kan je niet tegen. Dat vind jij echt het meest verschrikkelijk wat er is. Nee, Jaku. Wat doe je nou? Nee. Nee, dit is die Akbar. Nee, wat doet hij? Oh, die gast is alleen maar binky gedrag aan het vertonen nu. Kijk eens, Rijkaard, schitterende aanname. Oh, die Akbar staat daar nog. Ketan! Oh, natuurlijk. Zo! Wat een levensdroom. Kut. Oh mijn god. Zo! Die kat, jongen! Ja, ik hoor echt alsof er een springhaan daar tekeer. Gaat dat was niet... dat. Ik hoorde zo'n achtergrond. Gaat dit niet goed hier? Wat was... Ja, hij heeft het helemaal lijf. Ik weet niet, hij zag een beest, denk ik. Hij zo... Ik dacht dat corona kwam binnen, maar dat is niet dat. Hoorde ik zo'n achtergrond. En Jaku is los. De beer. Oh. De beer. Uit Israël. Griekenland. Dat is zo. Hè? Ajax komt ook uit Griekenland. Ah ja, dat is wel waar. Ja, gezien door Gerard. Hey. Suchek, jongen. Hier. Oh nee, wat is dit? Het is hier, jongen. Er wordt aangebeld. Oh nee. Wat een timing. Laat die mensen lekker in de kou staan, jongen. Precies. We zijn met belangrijke dingen bezig hier. Kijk dan, daar gaat hij. Je voelt dat het fout gaat. Je voelt dat het... Hey. Kut, ik moet heel even op de start. Ben je er nog? Ja, ik ben er. Oké, kom. Jij? Ja.
Vetheid is de laatste minuut. Ik heb een corner tegen. Jij hebt corner. Is, oh ja, we zijn al bezig, ja. Zo, je bent dat helemaal aan het hijgen, joh. Kijk, ik heb deze gast nog, hè. Jaku Jaku. En... Hey! Hey! Oh, komt hij goed weg, hè. Oh! Oh! Wat een gek, zeg. Ziek, hoor. Moet je nagaan als die Jaku hem had gescoord nu. Oh, kut. Hij houdt gewoon op. Wat een gek. Dat was niet de bedoeling. Ik zat per ongeluk aan mijn oortje. Hoezo hang je op? Het was echt per ongeluk. Ik zat hier te juichen. Zo en blij. Toen, ik zat te juichen en toen tikte ik per ongeluk mijn oortje aan. Dat is zo apart dat het gelijk ophangen betekent. Ja, jongen. Dat betekent dat. Ja, die... Oh, Akbar, jongen. Wat een belangrijke tackle. Hier, ik heb Bergzwijn er nog steeds in, hè? Ja? Kijk dan. Daar gaat hij. Bergzwijn. Ho. Hop. Hey. Van Bergen. Imers. Daar gaat hij. En bij de tweede paal. Komt Bergzwijn, maar van Bergen. Oh, wat doe ik? Bergzwijn. Geen disrespect natuurlijk, jongens. Maar als de grap eenmaal gemaakt is, is het moeilijk om hem nog te vergeten. 1 minuut voor 12. Het Jochos kwartiertje. Precies, 1 voor 12. Kijk, die Rijkaard, wat een beuker, wat jongen. Wat een gek is wat dit een dan, lijpe man. Uitsmijter is dat dan. Niet normaal gek. Dat is toch niet meer normaal. Hop, daar gaat hij. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, zo. Ziek hoor. Doniel Donny. Hij geeft hem niet. Akbar. Kent die Akbar? Niet. Ja, dat is niet wat normaal, man. Wat ziek, hè? Marokkaanse slager. Die halal slager op de hoek. Ja, jongen. Hop. Oh. Ja. Navas. 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 Dat is niet meer normaal, dit. Hop. Oh, nee. Oh, Navas. Schitterend. En dan. Bergwijn. Hé. Hey. Oh, nee. Dan komt die kat weer. Nee. Kat. Even niet. George. George, ga eens weg. Ik zie oprecht niks van mijn verdediging. Hè? Nee. Oh. Hij mist hem. Die kat liep hier weer voor het beeld, jongen. Ja, is goed. Thanks. Ja, die George... Ja, toch niet. Hier is Akbar. Oh, Abkar is het. Ik dacht Akbar. Oh, Abkar. Shit. Ik heb het hele wedstrijd... Ik heb het hele wedstrijd dat is die islamatische kriet. Islamatische kriet? Mooi, hè? Oh, nee. Onder druk. Akbar. Kom op. Ja, hoe die keeper! Is altijd, hoe kan dat met zo'n voetrol zo ziek zijn? PP is links, dat weet ik ook. En dan, toch naar zijn rechter, toch naar zijn linker, toch naar zijn rechter. En daar is dan toch de uitsmijter. Rijkaard, op avontuur. Rijkaard, toch naar rechts. Oh, Van Dijk, hé. Zieke tackle. Het is je laatste kans, Vette. Het moet nu gebeuren. Het is een halve seconde voor 12. En dan, Akbar! Met gevaar voor eigen leven. Doet zijn titel de Marokkaanse slager eer aan. En daar komt de vrije trap. Is het dan Soucek? Het flatgebouw met gevoel? Of wordt het toch PP? Het joch twijfelt. Zijn controller is leeg. We zitten 12 seconden over tijd. Soucek mikt. En raakt niet. Scheidsrechter mag affluiten. Spel loopt door. PP mag nog 1 keer. Toch buitenom met de bridge. De bridge, dan weet hij het even niet. Balrol, voetrol, hij weet het echt niet. Alba, Akbar, waar ben je? Oh, dit is een goede bal. Van de Beek, Van de Beek. Nee! Ah! Wat is dit? Niet. Oh, dit is wel heel ziek. Ben je er nog? Hoe kan dit? Dit kan ook. Dit kan toch niet? Dit kan echt alleen jou gebeuren. Ik heb dit nog nooit in mijn hele leven gezien. Dat iemand... Als je op leeg goal, dat is gewoon... Al is het iemand met 23 shooting. Je klikt op rondje en hij vliegt er met zo'n automatische knal in. Snap je? Ik had wel het gevoel dat je hem lang inhield. Geen idee. En toch, ja, je raakt hem ineens, hè? Je had hem ook aan kunnen nemen. Ja, nee, maar die ballen, je kent het toch wel eens, als iemand hem in de voeten speelt met een doeltrap, dan druk je daarna op rondje en dan vliegt zo'n streep, is dat zo'n keihard schot altijd dan? Nooit die gezien. Die standaard invliegt. Oh man. Het is niet jouw maand, jongen, niet jouw jaar. Het is hey, niet, maar gaan we zelf hetzelfde team maken? Ja, nee. Ik kijk wel even, joh. Het is niet jouw planeet. Het is niet mijn eeuw, jongen. Het is niet precies. Het is niet jouw leven, helaas, jongen. Misschien als je wordt gereïncarneerd dat het dan mee zit, maar het is allemaal niet aan jou besteed, helaas. Oh,
echt verschrikkelijk. Hoe kan je nou die laatste, ja, gewoon naschieten? Ja, Reggiano Habs. Hij staat er, oh nee, ja, hij is er niet tussen. Gele kaart van Habs. Hier, 60 shooting, man. Helaas, Vette. Ik heb wel van je genoten. Dat wil ik er graag bij zeggen. Ja, ik snap niet hoe je hem kan missen. Maar... nee, ik ook niet, jongen. Ik ga nog even kijken naar het doelpunt van Promes. En dan ga ik even inzoomen op... Rijkaard. Je hebt die haren. Nou, hij heeft geen staartje, hoor. Alleen, nee, ik denk dat dat... nee, ja, dat... weet je wat het is? Ja, dat kapsel... oh, die is wel ziek, hoor. PS5. Hoe je dat ziet. Ja? Ziek hoe je dat kapsel tekeer ziet gaan, jongen. Vet, hè? Heel ziek dit, hoor. Kijk dan even, mensen. Dit is wel echt heel vet, serieus. Jij speelt gewoon op de PS5. Kijk dan! Ja. De PS5-versie, ook. Ja, daardoor lijkt het zo. Hij heeft gewoon zo'n vieze, dode rat op zijn hoofd liggen. En die stuit het dan een beetje op en neer, waardoor het soms lijkt alsof hij een staartje heeft. Hij is wel vet, hoor, die Rijker. Vette, ik heb van je genoten, zoals altijd. Ja, bedankt, jongens. Tot de volgende keer. Tot ooit. Vaarwel. Jij ook bedankt. Doei, doei. Bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye.